Welkom kijkers bij de volgende aflevering van onze talkshow Zeg Het Maar. Ik ben Priya Baijue en ik zit vandaag hier met Shaif. De heer Shaif, welkom. Dank u wel. Ik kan uw familienaam even niet uitspreken. Ik zie iets van Abdul Basir. Het is voluit Abdul Basir, maar ik ga door het leven als Shaif Basir. Oké, Shaif Basir. Welkom nogmaals namens het team van Zeg Het Maar. En de heer Shaif zit hier in verband met Su to the Next Level. De heer Shaif, wie bent u eigenlijk? Ik ben geboren getogen Surinamer. Ik ben opgegroeid in de stad. In de Breestraat hadden we ouders een winkel. Op hadden de Maagdenstraat een winkel. Zijn uit de winkeliersfamilie. Ik heb gestudeerd. Ik heb hier op school gezeten. Dennert School, Glenmaai School. Lyceum 2, Ewald P. Meijer College, Lyceum heet het nu. En daarna gestudeerd Erasmus Universiteit in Nederland. Ben registeraccountant en bedrijfseconoom geworden. Daarna carrière mogen maken waar ik heel dankbaar voor ben, internationaal. In het bankwezen, ABN AMRO, Royal Bank of Scotland. In Londen gewoond een jaar. En ik werk nu voor bedrijven in over de hele wereld, financiële instellingen. Het is een full package. Full packages, ja. Okay. En gewoon naar Surinamer, weet je. Dus overal met mijn Surinaams paspoort ben ik een beetje een soort van zelfbenoemd ambassadeur van Suriname. Ja. Oké, en u bent begonnen met een beweging en die heet Su to the Next Level. Klopt. Waarom de naam Su to the Next Level? Ja, nou, ten eerste, ik ben niet helemaal zelf begonnen. Ik adviseerde gewoon mensen en die hebben mij op een gegeven moment gevraagd, een beetje gebombardeerd, door van help onze beweging te beginnen. De naam Su to the Next Level, omdat je, kijk, er is, we hebben als land, als Suriname, een grote verworvenheid. De grootste verworvenheid die we hebben is dat wij als land na de onafhankelijkheidswording hebben gekozen samen om geen etnische strijd te hebben met elkaar, maar te proberen samen te werken. Het is nog niet helemaal perfect, maar het wordt steeds beter. Het is een van de meest waardevolle dingen. Maar economisch gezien hebben we het niet zo goed gedaan. We hebben duizenden procenten inflatie gehad in de jaren 90. En we hebben nu ook alweer 200% gehad in de afgelopen jaren. En het is echt, de consequenties voor mensen op individueel niveau zijn hartverscheurend. Ja, het is vreselijk. Kijk, mensen in de stad voelen het ook, maar niet zo hard als mensen soms buiten de stad. Mensen Klopt. Die hebben geen stem, die zitten niet hier om interviews te geven. Hun verhalen lees je ook niet in kranten. Nee. En ik heb zelf ook geleden in de jaren 90 onder de verschrikkelijke hyperinflatie. Dat is ook een van de redenen dat ik accountancy en economie ben gaan studeren, omdat ik wilde weten hoe dat werkt. En ik wilde nu daarom zelf adviseren en een beweging beginnen. Zeg van, dit moet anders. Ja. Laten we Suriname naar een hoger niveau tillen, aan de next level. Okay. Dat is mijn visie erover, maar ik wil ook graag horen van andere mensen Vandaar wat voor hun de next level is. Ja. Okay. En uw beweging, bent u er alleen in? Nee hoor, we zijn een grote groep mensen, ja. Steeds meer. En naarmate we meer naar buiten treden, zullen er meer mensen zich in de openbaarheid melden. En welke mensen heeft u bedrijfsleven, mensen uit het bedrijfsleven of mensen uit de politiek? Ja. Mensen uit all walks of life, om het even zo te zeggen. Ik ken geen betere benaming. Maar wat ook zo is, wat me opvalt, dan moet ik ook zeggen. Kijk, in Suriname, politiek is een gevoelig ding. Dus voor sommige mensen is het lastig om meteen naar buiten te treden. Maar ik, door zelf als leider, voorbeeldfiguur, naar buiten te treden, hoop ik dat mensen zich ook wat relaxter erbij voelen. Het is gewoon je burgerrecht, het is een constructief ding. Om gewoon op een ontspannen manier gewoon te proberen iets te doen voor je land. Dat is ons grondrecht, ons burgerrecht. En hoe moet je dat doen op een manier dat niet meteen een groot drama is? Ja? We moeten niet te veel dramatiseren en Klopt. Gewoon effectief werken aan oplossingen. Dus er gaan meer mensen naar buiten komen. Er zijn heel veel mensen betrokken. Ik is te veel om op te noemen eigenlijk. Maar ik zou toch, als ik iemand mag noemen, Gito Dwarka, mijn man, mijn goede vriend, die ook mijn sound en licht en mij op allerlei terreinen adviseert. Okay. Internationaal. Dus Sutter The Next Level is een heel Gito. Beweging. Ja. Met een heel groep, met een grote groep, als ik dat mag vernemen van u. Ja. We hebben nu 326 mensen likes op Facebook. Okay. Sinds een week. We net dus jullie zijn te vinden op Facebook? Ja, Su to the Next Level op Facebook. Oké, dus de jongeren kunnen we die veel bezighouden met social media. Facebook gaan jullie naar de page van Su to the Next Level. Ga kijken of wat zij te bieden hebben voor jullie. Op gebied van de economie, op gebied van politiek en noem maar op. Wij gaan het even hebben. U zegt de burgers moeten als loyalty worden behandeld. Waarom? Waarom? Ja. Omdat ik vind dat, ik ben zelf econoom. Een registeraccountant, het waarderen financieel van zaken, dat is mijn beroep. En ja, in mijn leven kwam ik erachter, hoe waardeer je een mens? Ja.
Wat is een mens waard? Kun je dat berekenen? Je kunt dat niet berekenen. Nee. Het is oneindig eigenlijk. En als je het zo beredeneert, mensen zijn koninklijk. Ik ben zelf ook een gelovig persoon. Ik ben geïnspireerd door verschillende geloven. Jezus waste op een dag de voeten van zijn discipelen. Ja. En hij werd gezien als de koning der koningen. Ja? En mensen vroegen aan hem, de discipelen vroegen hem, waarom doet u dat? Waarom wast u onze voeten? Hij zegt, en mijn lezing is, hij zei, op een dag gaan mensen dat begrijpen. Als ik jou help met jouw droom en jij helpt me met mij met mijn droom, als ik jou behandel als koningin of prinses, ik weet niet of je getrouwd bent, nee. En ik nu behandel mij als koning, ik ben getrouwd, hè? Ja. Dan wat gaat dan gebeuren? De wereld gaat verbeteren. Klap. En niet dat ik een koning ben en u een dienaar, nee. Nee. Ik ben koning en u bent een prinses of een koningin. Dat iedereen, wij worden allemaal groter als we dat doen. Ieder kind in dit land zou door de overheid, elk mens in dit land zou, vind ik, door de overheid als royalty moeten worden behandeld. Want als je dat ook zo zegt, dan gaat ook iedereen die bij de overheid werkt, elke politicus, ieder mens, gaat anders kijken naar de ander. Ja. Nu zien we iemand op straat, of je staat in de rij bij de burgerlijke stand, ze zien gewoon mensen. Ik zeg nee, leer zien, dat zijn allemaal koningen en koninginnen. Je ziet, we praten soms over criminaliteit, of we praten over mensen die iets fout doen, of mensen die iets goed doen. Zeg maar, hey, het zijn allemaal koningen en koninginnen. Santo Boma zit vol met mensen. Dat zijn koningen en koninginnen die we kwijt zijn geraakt. We hebben niet voldoende hun voeten kunnen wassen, voor hun kunnen zorgen in hun jeugd. En als hun ouders niet voor hun konden zorgen, hebben we die mensen niet genoeg kunnen helpen, niet genoeg kunnen interveneren. En het zijn criminelen geworden. En toch moeten we compassie voor ze hebben. En niet alleen denken in termen van hogere straffen en meer educering. We zien dat de jongeren en de ouderen tegenwoordig echt eronder moeten lijden als we kijken naar de economie. Hoe wilt u to the next level dit alles veranderen? Het gaat niet in één keer gebeuren. Het gaat sowieso babystapjes nodig hebben. Wie zegt dat? Su to the next level gaat dat niet doen. Hoe willen jullie dat veranderen? Ja, dus ik heb gisteren een lezing gegeven in Royal Clarica. Ja. Ik kan natuurlijk heel kort en bondig vertellen hoe we dat gaan doen. Ja. Maar dan ben ik helemaal niet anders dan alle andere partijen. Want alle andere partijen zeggen dezelfde dingen. Oké. Ja? Dus ik heb gisteren geprobeerd uit te leggen aan mensen. Kijk, ik ben een professional. Ja. Ik ben deels technocraat, maar ik ben ook heel spiritueel. Ik ben ook gewoon heel gewoon. Ik ben niet zo deftig. Ik hou van informeel, weet je wel. Maar om dingen te doen, in zo moeilijke dingen zoals economie verbeteren, daar zitten heel veel technische dingen in. Klopt. En gisteren heb ik dat geprobeerd uit te leggen. En gewoon ook proberen uit te leggen waarom het... Het is niet verschrikkelijk moeilijk, maar het is ook niet helemaal makkelijk. Makkelijk. Maar ik heb geprobeerd uit te leggen aan mensen hoe je dat moet doen. En dan kan je ook zien wat mij anders maakt dan andere partijen. Wij hebben expertise. Wij hebben bewezen ervaring. Ik werk in internationale financiële instellingen. De balansen van deze instellingen zijn duizenden miljarden waard. Ja. Surinaamse balans, ons bruto nationaal product, is maar een fractie daarvan. Dus ik heb ervaring met hele grote organisaties waar honderdduizenden mensen in werken. Niet om op te scheppen trouwens. Hè. Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik daarin mag werken. Maar dan heb je dus een grotere wereld gezien. Je hebt dingen gezien in andere landen. Je hebt deskundigheid, je hebt ervaring, je hebt toegang tot netwerken van kapitaal. Er zijn heel veel investeerders. Er is geen gebrek aan geld in deze wereld. Er is wel een gebrek aan good governance. Er is een gebrek aan goede plannen. Er is een gebrek aan verbinding tussen eerlijke mensen. Ja. Ja, en dat zijn allemaal dingen wat ik als persoon die in het bankwezen werk, daar kan ik bij helpen om vertrouwen te brengen tot processen, tot organisaties. Ja. En ook richting Suriname, want er is weinig vertrouwen in Suriname vanuit sommige partijen. Kijk maar, ons geld wordt gewoon geblokkeerd door buitenlandse regelgevers. Ja. Ja. Dus er is heel veel te verbeteren. En ook daar kan ik iets in betekenen. Maar niet ik alleen, maar ook de mensen en experts die we aan het verzamelen zijn. Wat is jullie doel voor de verkiezing van 2020? Ja, dus ik wil, mijn minimumdoel is in ieder geval... Kijk, we hebben een maatschappelijke beweging die zich inzet voor armoedebestrijding, emancipatie van Surinamers. En, maar die wil ook een politiek vleugeltje hebben. Ja? Ik zeg bewust vleugeltje. Vleugeltje. Want ik vind dat politiek nu veel te belangrijk en groot gemaakt wordt. Ik ben voor een kleine overheid, een kleine politiek, effectieve politiek. Ons doel is, kijk, ik zou blij zijn met minimaal 2 zetels. Er zijn veel zwevende kiezers, dus het zou echt wel mogelijk moeten zijn om 2 zetels te hebben. Maar ik ga campagne voeren voor alle 51. Ja. En stel je voor, als de burgers dat geven, wat zou er kunnen gebeuren? Suriname zou echt naar een next level kunnen gaan. En wie is een betere kandidaat dan ik? Weet je wel, wie zijn de betere mensen? Ik wil graag het debat aangaan. Ik wil graag getest worden. En ik wil dat jij me hele kritische vragen stelt, Priya. Kritische vragen gaat u niet echt bij mij kunnen krijgen. Okay, omdat
Ja, je dient echt in die richting op te gaan van politiek, je bezighouden ermee. En de laatste dagen in Suriname, of de laatste jaren in Suriname, hebben jongeren een soort denkie, een denkie van zichzelf of een denkie van de politiek. Ach, die geeft me dat en die geeft me dat, dus ik stem voor die. Maar ze gaan niet bewust kiezen. Maar is dit wel echt waar? Kan ik jou omkopen? Ze zeggen maar, ik moet jou een mobiele telefoon geven en geld geven, dan ga je op mijn stemmen. Doe jij dat? Nee. Nou, dat waarom ga ik zeg echt je, niet doen die anderen dat? Nou, ik heb van velen dat we hebben begrepen, van velen hebben gehoord, van velen hebben ik gezien. Ik geloof het niet. Zo, moet u wel proberen. Ik geloof het niet. Ken jij iemand die dat heeft gedaan? Zo, ik heb veel van de buurt. Die dus iets hebben gehad en hebben ze gestemd voor Jan of Piet. Dus wij kunnen niet daar binnen zitten om te kijken van op wie de persoon kiest. Maar je weet ook hoe dat gaat toch bij Hindustanen. Je bent succesvol, zegt ze, Usapos. Maar dit is niet fair, weet je. Dus, ik maak een grapje. Ja. Waar het om gaat is, als ik hoor mensen worden omgekocht. Ik zou echt willen weten. Kijk, ik ga geen mensen omkopen. Sowieso niet. Ik hoorde van een man en hij zegt, joh, je moet niet beginnen hoor. VHP, NDP, al die partijen, ze gaan $20 miljoen geven aan het volk om ze om te kopen. Ik zeg, papre, is dat echt zo? Ik ga dat niet kunnen doen. Ook al zou ik dat geld hebben. Yeah. En ik kan ook al komen aan zoveel geld, maar dat ga ik niet doen. Nee. Dat is niet verantwoordelijk en je leert de burger zo niks. En ik zou zeggen aan al die jonge mensen, jij moet dat echt niet doen, want je doet niet alleen jezelf kwaad, jouw eigen persoonlijke integriteit, maar jij schaadt al jouw burgers, al jouw vrienden, de toekomst van jouw kinderen straks. Trouwens ook, de jongeren moeten het nu gaan inzien, want ze studeren ook zo hard. Als ze zijn afgestudeerd, zitten ze zonder een baan tegenwoordig en alles draait om politiek. Suit to the next level, jongeren. Wat wilt u aan die jongeren zeggen? Wat ze moeten doen? Want sommigen zijn niet echt bewust van waarvoor ze willen gaan of wat ze willen doen. Ja. Wat wilt u aan die jongeren zeggen? En vooral degenen die in 2020 voor het eerst gaan stemmen. Ja, ten eerste wil ik aan ze zeggen, aan jongeren in zijn algemeenheid, niet alles draait om politiek. Ten eerste draait het om jezelf. Ja. Jij moet op het veld actief persoonlijk leiderschap tonen. Ja. Goede vriend van me zegt me altijd dat ik dit moet zeggen. Jij bent de baas van jouw toekomst. Je hebt in het leven geen recht op resultaat. Mm-hmm. Resultaat, je weet niet of je het krijgt. Klopt. Enige recht dat je hebt en wat je kan doen is actie. Ga je opstaan, ga je studeren, ga je hard werken. En mijn boodschap is dus van kijk, ik wil niet slecht praten over andere politieke partijen. Ik wil misschien wel zeggen wat ze verkeerd gaat in objectieve termen. Maar wat ze verkeerd doen, dat weten jullie al. Jullie lezen ook kranten. Klopt. Ja. Maar ik wil wel zeggen, kies bewust. Ik wil educatie bieden. Kies met beleid en verstandig. Het is heel belangrijk dat je goed vergelijkt voordat je een keuze maakt. Want de keuze die je maakt is bepalend voor jouw toekomst. Ja. En of jij werk hebt. Ik hoor net van jou, er zijn 3000 leraren zonder werk. Ja. Nou, dat heeft te maken met verkeerde keuzes. En die keuzes heeft de burger gemaakt. Dus als je zegt, het is de Bota doing of Chan doing of Soma doing. Wat heb jij gedaan? Op wie heb jij gekozen? Wie heeft die mensen daar gezet? Ja. Dus dan moet je de vinger wijzen naar jezelf. En belangrijk is dus nu, en daar wil ik bij helpen, en ik wil alle jongens, ik kom naar alle jongeren toe. We komen met de Vissa Fassi Tour, wat de mensen zetten bij elkaar een campagne elke 3 maanden, een tof feest. Waar we ook praten over politieke educatie van de burgers. Dat je wij zou uitleggen, wat zijn de verschillen tussen de verschillende politieke partijen. En waarom die Vissa eigenlijk? Wilt u het feestelijk overbrengen naar de jongeren toe? Ik weet niet of, ja, ik ga u even uitleggen. In Rusland, toen de vernieuwing daar plaatsvond, was er een beweging die heette Perestroika. Heeft u daar ooit van gehoord? Nee. Nee. Nou, Perestroika was de vernieuwing die men bracht om het land helemaal te transformeren van communisme naar een democratie. Ja, bij wijze van. Vissa Fassi is voor ons, het is niet een term die ik helemaal zelf heb bedacht. Die is ontwikkeld samen met onze binnenlandbewoners. Yeah. Dus met ze sprak van hoe gaan we elkaar bereiken en mobiliseren om het juiste ding te doen in 2020. En toen zeiden ze, kijk, de mensen houden van feest. Yeah. De mensen houden van feest, maar goed, tegelijkertijd vonden we, feest is niet een oplossing natuurlijk. Toen zeiden ze, ja, maar je kan op feest ook een feest gebruiken om mensen te onderwijzen. Klopt. En samen dat volgende feest te organiseren. Yeah. Dus wij gaan ieder kwartaal een feest organiseren. Als op het feest leggen we uit wat zijn ook partijen, wat zijn de verschillen, waar zou je op moeten stemmen. Zijn je zelf een keus maken. En vervolgens ga je het volgende feest organiseren, ga je hem plannen, ga
ga je mensen training geven. Kunnen allemaal meehelpen plannen. Ze leren projectmanagement, ze leren persoonlijke ontwikkeling. We hebben heel veel kennis en heel veel mensen die trainingen geven. We leren ze om start-ups te beginnen. We leren ook ambtenaren die willen beginnen. Je hoeft niet te wachten op de overheid om een bedrijfje te beginnen. Of om het te leren solliciteren, sollicitatievaardigheden. Yeah. En dan organiseren we samen Vissafassie, het volgende feest. En dat gaan we elk kwartaal doen. Niet alleen tot de verkiezingen, maar tot in de eeuwigheid. En als ik mij nu wil aansluiten aan Zutte the Next Level, op welke punten gaan wij ons focussen? Hoe bedoel je, op welke punten? Ga dus, ik me op focussen? Nee, als ik me aansluit bij Zutte the Next Level, waarop of waarmee ga ik dan te maken hebben als jongere? Als je je aansluit, dan moet je gewoon meekomen met die vissers. Ja. En dan moet je komen dansen. En dan moet je, zou ik zeggen, kom mee praten, elkaar leren kennen. Mm-hmm. Het is ook een beetje een soort undercover datingclub. Want ik wil dat alle goede kinderen en jongeren van Suriname ook goede ouderen leren kennen. Want als jij als kind straks werk wil, moet je netwerken. Ja, klopt. Je moet netwerkvaardigheden hebben. Dus ik breng alle goede mensen bij elkaar. Dan breng jullie ook in contact dat je mensen leert kennen in de stad. Mensen van buiten de stad moeten mensen in de stad leren kennen. Ik zeg altijd, je moet vrienden hebben. Anders ga je niet die goedkope kamer kunnen vinden in de stad. Anders ga je niet die ollo kunnen vinden. Anders ga je geen kruiwagen hebben. En zo werkt het. Ja. Mensen in de stad hebben kruiwagens. Kruiwagens. Je moet dat ook leren. Dus dat soort dingen word je geconfronteerd. Maar alleen wel met een lekker drankje en een pokoe erbij. Ja. En ik wil ook dan dat jij geconfronteerd wordt met de vraag van Priya. Welke DJ, welke artiest, Sanalai Pokoeman. Ja. Welke moeten we uitnodigen voor dat volgende feest? Organiseren mee. En dan denk ik dat dat toch het leukste is wat je kan doen. Misschien kan je dit doen in plaats van bij die saaie andere club. En trouwens, ik geloof niet in die partijpolitiek. Klopt. Wij zijn een beweging, wij zijn een familie, geen partij. Oké, en een laatste oproep die u wilt doen naar de Surinaamse samenleving. Namens Zutte the Next Level. Gaat uw gang. Oh ja, nou, ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad om aan Priya te vertellen. Ik hoop dat jullie het hebben gehoord. Ik ben ik doe gewoon mijn best om samen met jullie in 2020 het verschil te maken en Suriname echt zo snel mogelijk naar een nieuw niveau te brengen. Dat is geen belofte die ik kan maken, want ik weet ook, iedereen zegt tegen me, je moet geen dingen beloven, want iedereen belooft van alles. Ik kan niks beloven als jij me ook niet belooft dat jij me gaat helpen. Dus ik kan alleen beloven, als mensen mij beloven dat ze mee gaan helpen, dan gaan we Vissafassie dat land naar een nieuw niveau tellen. En anders gaat het niet door. En ik wil eerlijk zeggen, wij zijn nu hiermee begonnen, maar ik ben heel streng en ik krijg heel veel kritiek hiervoor. Wij willen per 30 maart volgend jaar willen wij 5000 Surinamers hebben en likes hebben. En mensen die minimaal 10 SRD meestorten in de kast, zodat we deze feesten goed kunnen doen om de mensen te informeren. En ook 5000 mensen in Holland, zodat iedereen in Holland 10 euro stort, zodat we genoeg geld hebben om een kiezerseducatie te doen. Als dat lukt, dan gaan we verder. Als het niet lukt, dan concludeer ik dat jij al deze mooie verhalen die ik nu heb verteld, dat je toch maar gewoon niet gelooft en dat je me toch niet zo leuk vindt en misschien heb ik niet het talent om het over te brengen, maar ik hoop dat je me wel gelooft. Hè? Want kijk, ik ben gewoon eerlijk, ik wil, als je me niet gelooft, bel me op. Of nee, je kan me niet opbellen, ik heb geen telefoon, maar stuur een berichtje op Facebook en stel me vragen en volg ons via de social media en stuur kritische vragen. Geen makkelijke vragen, wij zoeken moeilijke vragen. Probeer ons te begrijpen. Kijk, laat het niet zo zijn dat ik moet lijden eronder, dat hier voor mij tientallen mensen zijn gekomen die valse beloftes hebben gedaan. En dan moet ik nu, omdat ik ben misschien die goede guy, moet ik lijden eronder dat 10 anderen hebben gelogen of verkeerde dingen hebben gezegd. Zeg ik, je moet me een eerlijke kans geven. Ik wil je hart hebben. Ik wil als een persoon wil ik jullie allemaal chanten. Mannen, vrouwen, alle mensen, ook mensen van bestaande partijen. Kom gewoon erbij. Ik wil liefst minimaal 2 zetels, maar ik ga wel campagne voeren samen met anderen voor alle 51. Unaniem. Unaniem wil ik al die stemmen hebben. Dat zou echt het leukste zijn. Dank u wel. Dat is gewoon krachtig gezegd. U heeft het zelf gehoord. U moet het ook meemaken. Volg ze op hun Facebookpage. Dat is Zutte to the Next Level. En natuurlijk uw Facebookpage. Heeft u uw eigen Facebookpage? Waarop zou u ook kunnen berichten? Dan moet je naar www.shifbazier.com gaan. Dan misschien kun je dat dan straks op de website zetten. Ja, dan gooien we dat straks ook op de Facebookpage van ons. Natuurlijk kunt u hem dan contacten. U mag berichten sturen, u mag vragen sturen. Maakt niet uit of wat dan ook. Hij komt jullie ook tegemoet met heel veel wat Zutte the Next Level te bieden heeft. En ik heb een leuk gesprek met u mogen hebben. Dank u wel. Dank u wel. Namens de hele team en natuurlijk ook namens Trisulan Directie. Dank u wel.
U heeft het gehoord, u heeft het gezien, u heeft het meegemaakt. Dit was de volgende aflevering van onze talkshow. Zeg het maar. Ik ben Priya Baijan. Achter de camera heb ik Kawish Rambali en Raj.